stilaan, ik zal het toch in het Vlaams doen, kunnen gaan beginnen. Goedenavond, welkom allemaal bij dit webinar nummer 26 alweer. Dit keer over tinnitus en hyperacusis. Als mijn slides gaan werken, ja. Ik zal mezelf eerst even voorstellen. Mijn naam is Robert Muts, directeur van het Integraal Medisch Centrum in Amsterdam. En tevens directeur van opleidingen voor osteopathie en mesologie. En dit webinar doe ik samen met professor Bart Vink, audio-expert in België. Dus de tweede helft van dit webinar zal in het Vlaams zijn, maar dat blijft voor Nederlanders goed verstaanbaar. Bart is oprichter van het Centrum Ongehoord en voor de Nederlanders niet te verwarren met de politieke partij. Die kwam later. Dit was er al en de website was er al. Vandaar. Maxence is onze moderator van vanavond. En waarom een moderator? Nou, het zal zo zijn dat er gaandeweg dit webinar wel wat vragen opkomen. Die vragen kunnen gesteld worden via de chat. Als je met je muis helemaal naar boven naar het scherm gaat of helemaal onderin, hangt een beetje van de computer af, dan verschijnt er een zwarte balk en dan bij mij is nummer 4, dan staat daar chat. Als je daarop klikt, dan verschijnt er een submenuutje en daar kan je je vraag intypen. Het is wel goed voor iedereen als die vraag dan ook gesteld wordt aan everyone. Zoom is nu eenmaal Engels. Maar dan kan iedereen die vraag lezen. En in het algemeen zal Maxence die vragen al kunnen beantwoorden. Mocht het nodig zijn om in te breken in dit webinar, dan kan dat ook. Want dan is het voor het grotere belang. En zo gaan we er naar kijken. Goed, aan mij de eer om dit webinar af te trappen. En ik ga beginnen met... Nou, hoe is het oor opgebouwd? Want we moeten natuurlijk, dat oor is behoorlijk ingewikkeld. En wil je wat begrijpen van tinnitus en hyperacusis, dan moet je eerst een beetje weten hoe is het oor allemaal opgebouwd en hoe werkt dat dan? Nou, ik ga even in op de vraag wat is tinnitus, maar ik laat dat verder lekker over aan Bart, want die weet daar veel meer vanaf als ik. Evenals hyperacusis. We gaan kijken wat kunnen wij behandelen en wat kan je zelf ermee doen. Maar laten we eerst maar eens even figuurlijk dan in het oor gaan duiken. Er zijn 3 delen in een oor. Datgene wat we zien, dat is een uitwendig oor. We hebben een binnenoor en we hebben een middenoor. Dus dat zijn 3 delen. Nou, laten we eerst eens kijken naar het uitwendige oor. Dus datgene wat wij zien. Wat zien wij? Een oorschelp. Als je heel goed kijkt, zie je een gehoorgang. En als je heel nauwkeurig kijkt, maar meestal met een lampje, dan vind je ook nog een trommelvlies. Nou, wat wil dat zeggen? De oorschelp, die brengt het geluid van de omgeving naar die gehoorgang. Die gehoorgang die is 2,5 centimeter lang, dus niet zo gek veel. Heeft een hele kleine doorsnee hè, van 7 millimeter. Nou, het bekende wattenstaafje past er net in. Hij is niet zo handig hoor. Wat doet die gehoorgang? Die maakt oorsmeer. Oorsmeer om geluid makkelijk te kunnen geleiden. In het eerste deel van de gehoorgang zitten er haartjes. En die zijn verschrikkelijk handig, want die brengen het oorsmeer naar buiten. Oftewel, een oor is de facto, is eigenlijk zelfreinigend. Dus die gezellige wattenstaafjes heb je in het algemeen niet zo hard nodig. Nou komen we aan het eind van de gehoorgang. Dan vinden we een trommelvlies. De naam zegt het al een beetje. Het is een trommel. Dat brengt geluid voort. Dat is een doorzichtig grijs vlies. En dat beweegt met geluidstrillingen. Hoe werkt dat? Nou, deze dame demonstreert het heel netjes. Zo werkt een oor. Dus net als een plastic bekertje. Met een draadje daaraan. Het plastic bekertje komt in trilling als je aan de andere kant met in een plastic bekertje praat. Dan gaat dat draadje trillen en
dat plastic bekertje bij het oor van dit vriendelijke dametje. Dat gaat trillen en daarmee hoor je. Dan haal ik er even een bioloog uit Nederland bij, dat is Midas Dekkers. En die zei, kijk, dit is de evolutie van ons oor. Wij zijn ooit eens begonnen als grote zoogdieren met een plastic bekertje. Maar in onze evolutie is dat in elkaar gefrommeld. Vandaar dat wij van die rare oorschelpen hebben. Dus dat is een evolutiesysteem. Ik heb er even een hert bij gezet, die heeft nog een heel plastic bekertje. Maar de chimpansee die eronder staat, die heeft al een afgeplat plastic bekertje. Ik vond het een hele mooie vergelijking van Midas Dekkers. Dat is de buitenkant. Dus de buitenkant is een oorschelp waarmee we dingen kunnen horen. Nou, sommigen van ons kunnen die oorschelp bewegen met gezellige spiertjes. De meeste van ons hebben dat niet meer onder controle. Is ook niet echt nodig, want wij hebben twee oren, dus we kunnen er heel andere dingen mee doen. Maar we gaan eens een stapje dieper. We gaan naar het middenoor. Het middenoor is ervoor om het geluid wat van buiten komt, wat van die in die oorschelp komt, in die gehoorgang naar het trommelvlies. Dat trommelvlies gaat trillen en dat brengt, nou wordt het ingewikkelder, een hamer in beweging. Die hamer die slaat op een aanbeeld. Nou, je kan een beetje kijken wanneer dat ontdekt is. Hè? In de middeleeuwen, de smidsen slaat met zijn hamer op het aanbeeld om het ijzer te smeden. Daar komt het idee een beetje vandaan. Het lijkt ook op een hamer, het lijkt ook op een aanbeeld. En de trilling van dat aanbeeld wordt weer overgebracht op een stijgbeugel. Nou, lijkt op een stijgbeugel als je op een paard erop stapt, vandaar de naam. En dat wordt weer doorgegeven aan het ovale venster. Dus nou heb ik al vier dingen. Vijf eigenlijk, een trommelvlies, komt in beweging. De hamer brengt die beweging door. Die slaat op het aanbeeld, sneller als dat de smid het kan doen. Dat aanbeeld komt in beweging, die brengt dat over op de stijgbeugel en die brengt het weer over op het ovale venster. Nou, hamer, aanbeeld en stijgbeugel, dat noemen we dan de gehoorsbeentjes. Nou, daar kom ik straks nog even op terug, waar komt dat allemaal vandaan? Maar die gehoorsbeentjes die zitten in een holte middenin de schedel. Dat noem je dan het middenoor. Maar ik zeg erbij, het is in de schedel. Oftewel, het is in het bot. Nou, onze schedel is een afgesloten systeem. Er zit een vriendelijk gaatje in, dat heet dan oor. Er zitten nog gaatjes in, dat zijn ogen en neuzen. Maar wij hebben het even over het oor. Afgesloten door een trommelvlies. Maar het is een binnenruimte. En nou is het, en iedereen weet dat wel een beetje hoor. Nou is het handig om de druk binnen in je oor gelijk te houden met de druk in de buitenlucht. Nou, iedereen die door de bergen heen rijdt of iedereen die met een vliegtuig vliegt, weet dat stijgen en dalen nogal wat drukverschillen zijn en daarmee kan je oor dicht gaan zitten. De duikers onder ons weten hetzelfde en dan moeten we klaren, hè? Hetzij in je keihard in je, met een gesloten neus een druk uitoefenen. Dan klaar je het oor. Dat kan ook met kauwgom. Dat doen vooral de Amerikanen in een vliegtuig. Die kauwen met z'n allen de hele Amerikaanse voorraad aan kauwgom op. Maar dat is ook een manier om te klaren. Nou, dat binnenbot, dat heet dan het ospetrosum. Dat zit in je grotere bot. Dat heet os temporalis. En in het Nederlands gezegd heet dat slaapbeen. Aan de zijkant van je oor zitten je slapen. Dan gaan we nog een stapje verder. Dus we zijn van een buitenoor, een uitwendig oor, naar een middenoor gegaan. Daar komt natuurlijk de naam middenoorontsteking vandaan. En we gaan nu naar een binnenoor. Dat zit dus nog dieper in de schedel. Daarin zit een slakkenhuis. Nou, dat is een hele mooie buis. Van 3,5 centimeter met drie kamers. Ik heb het plaatje hierboven, dan kan je het goed zien. Dat zijn drie halfcirkelvormige kanalen, zoals het heel netjes in voluit heet. Daar worden de trillingen opgevangen en dat wordt dan verder geleid naar een zenuw. Nou, die zenuw moet dat geluid brengen
naar je hersen. Dat gebeurt door het orgaan van meneer Corti. Dat orgaan van Corti, dat heeft ook een Latijnse naam, maar daar zal ik je niet mee vermoeien, dat bestaat uit haarcellen. Nou zijn er twee soorten haarcellen, namelijk buitenste haarcellen, die registreren de toonhoogte, en de binnenste haarcellen, die zie je hieronder staan, die staan in verband met die zenuw. Dus die brengen die toonhoogte over naar die zenuw. Nou zit er een probleem met haren en ook met haarcellen, namelijk te veel lawaai, ouderdom en bepaalde medicijnen kunnen die haarcellen doen afnemen. Nou, daar zal Pat het verder over gaan hebben. Ik haal dat eventjes, ik ga nog een stapje verder. We zijn nu in het binnenoor. En vanuit het binnenoor moet het natuurlijk nog je hersenen in. Nou, dat is een heel ingewikkeld proces. Want daar moeten we de spraak gaan herkennen van wat zegt iemand, wat voor geluid hoor ik eigenlijk. En wij hebben als gezellige zoogdieren een groot voordeel. We hebben namelijk twee oren en dan horen we stereo. Dat is geen uitvinding van meneer Sony, die leuke opnames in het concertgebouw kan maken, wat stereo heet. Nee, stereo horen wij al heel lang. En met stereo kunnen wij bepalen waar komt het geluid vandaan. Nou, een dier, en kijk eens naar een hert, die kan zijn oor dus enorm gaan draaien naar de kant waar het geluid vandaan komt. En dan kan die nog scherper horen. Mijn hond kan dat ook heel vriendelijk. Dan kan die exact vaststellen waar komt het geluid vandaan. Nou, wij mensen kunnen dat ook. Dat stereo horen heeft nog een ander voordeel. Het is namelijk verdraaid handig dat je bepaalde geluiden kan uitschakelen. Dus je kan ook bepalen wat je wel en wat je niet wil horen. Kom in een hele rumoerige ruimte en er is overal geluid en je wilt toch een gesprek horen. Dan kan je je daar met twee oren op focussen en alleen dat gesprek horen en de rest filter je als het ware eruit. Nou, ook daar gaat Bart op verder. Ik maak het nog wat ingewikkelder. Dat slakkenhuis. Dat bestaat dus uit die drie halfcirkelvormige kanalen met het orgaan van Corti, met die haartjes. De trillingen brengen het vocht in beweging en de haartjes gaan verder bewegen en dat wordt dan allemaal overgebracht op die zenuw. Nou zit er in dat oor en in dat slakkenhuis niet alleen gehoor. Daarin zit ook evenwicht. Nou, nu wordt het nog wat ingewikkelder, want ons evenwichtsorgaan heeft te maken met die drie cirkelvormige kanalen. Er staat er één rechtop, er staat er één horizontaal en er staat er één 90 graden daarop gericht. En door de vloeistof in dat orgaan, in dat slakkenhuis, kan je in de ruimte precies bepalen, goh, waar ben ik ten opzichte van de zwaartekracht en hoe staat mijn hoofd. Maar daar moeten we toch iets bijzonders over zeggen. Het heeft dus te maken met je middenoor, met je binnenoor. Het geluid wordt daarin overgebracht. En daar is iets bijzonders mee aan de hand, want daarin zit lymfe. Dat noemen we perilymfe. Peri betekent aan de buitenkant. Dat staat in direct verbinding met je hersenvocht. Het is bijna hetzelfde. Nou, doe ik er al een scheikundig detail in, om er even op te letten. Het is bijna liquor cerebrospinalis, moeilijk woord voor hersenvocht. En daarin heb je heel veel natrium en weinig kalium. Twee stofjes, dat zijn allebei zouten, die zitten in de natuur, maar die zitten ook in ons oor. Dit is het benig labyrint. Die drie cirkelvormige kanalen noemen ze ook wel labyrint, want je kan erin verdwalen. Maar dit is het botstuk. Maar je hebt niet alleen een benig labyrint, je hebt ook een vleesig labyrint. Nou, dat bestaat uit vlees, lekker makkelijk. En daarin zit ook lymfe. Dat noem je niet perilymfe, maar dat noem je endolymfe. Dat zit binnenin. En nou zit het rare daarin. Daar is de verhouding van kalium juist heel hoog en natrium laag.
Daardoor is deze vloeistof heel langzaam bewegend. En dat is van belang voor het bepalen van evenwicht en hoe staat je hoofd. Oftewel, je oriënteert jezelf daarmee, hoe sta ik in de ruimte. Nou, ga zitten in de Python van de Efteling, dan weet je hoe dat ding lekker in de war kan komen. En het bepaalt ook de oriëntatie van je hoofd in de ruimte, want wij zijn natuurlijk mensen en wij willen onze ogen altijd horizontaal houden, want dan zien we de horizon daar waar die zijn moet. Dus we zitten altijd te kijken van hoe staat ons hoofd en dat wordt geïnformeerd. Nou, heel ingewikkeld verhaal, maar dat heeft er allemaal mee te maken. Maar blijf bedenken dat het verschil tussen endolymfe en perilymfe een verhouding is van zouten. Vandaar dat een oor verbonden is met onze beide nieren. Want die nieren bepalen zoutverhoudingen. Zit er een probleem in die nieren, dan kan zich dat wel eens uiten in een oor. Vandaar dat je veel verder moet kijken dan dat het oor groot is. Hoe groot die ook mag zijn. Nou, we zijn bij het binnenoor. Wat al die geluiden overbrengt. En dat moet uiteindelijk naar een zenuw toe. Nou, die zenuw heeft een fantastische naam. Je moet 6 keer oefenen, wil je dat kunnen uitspreken. De nervus vestibulocochlearis. Ik ken er geen Nederlands woord voor. Ik kan er niks aan doen. Het bestaat uit 2 zenuwen. De nervus cochlearis, die doet het gehoor. En de nervus vestibularis, die doet de vestibule, het evenwicht. Maar het is eigenlijk samengebundeld tot 1 grote zenuw. Die moet al dat geluid, en bedenk je wel, hè, dat is dag in, dag uit, continu komen er geluiden binnen. Dat moet allemaal vertaald worden naar je hersenen. Nou, dat gaat je hersenen in. En dat gaat gekruist. Oftewel, in je linker hersenhelft hoor je wat je rechteroor zegt. En in je rechter hersenhelft hoor je wat je linkeroor zegt. Dus bij onze ogen precies hetzelfde. Hè? Dat gaat ook gekruist. Heel veel dingen gaan gekruist in onze hersenen. Nou komt er iets belangrijks. Die informatie van het gehoor gaat via een enorm schakelcentrum midden in je hersenen. En dat is de thalamus. Dat is een hele grote kern midden in die hersenen. Dat is een schakelcentrum. Maar dat zit verbonden met, ik ga niet al te veel Latijn doen hoor, maar met een amygdala en met een hippocampus, met, nou, laat ik het maar even noemen, je reptielhersenen. En je reptielhersenen wil zeggen, dat is het centrum van je emoties. En omdat die schakeling daar zit, hebben emoties dus ook heel veel met je gehoor te maken. Uiteraard niet alleen met je gehoor, hè, ook met je ogen en met je reuk en met je smaak en met heel veel dingen. Het gaat allemaal via die thalamus. Maar die thalamus is wel een belangrijk centraal systeem. Nou, even een ingewikkeld plaatje van je hersenen met een mooie doorsnede. Die nervus vestibulocochlearis, de 8e hersenzenuw, die brengt het vanuit het oor naar je hersenstam. Ik heb een plaatje gemaakt, dan gaat die naar binnen toe. En dan loopt het daar naartoe en daar naartoe. Dus je hoort eigenlijk aan de zijkant van je hersenen. Daar hoor je. Dus het gaat via je oor naar het midden van je hersenen. Dan wordt het weer gekruist. En dan gaat het weer naar de zijkant van je hersenen. Daar heb je je auditorial cortex, dat is een stukje, hè, dat is daar waar het rondje staat. Daar hoor je uiteindelijk. Maar dit plaatje toont dus aan dat er heel veel mee te maken heeft. Het gaat vanuit het oor naar je hersenstam, primitieve reflexen. Daar zit ook je ademhaling, daar zit je slaap-waakritme, dat zit er allemaal in. Het gaat via je thalamus, je emoties, je coördinatie, je ademhaling, je houding, zelfs je voeding, hebben allemaal met je gehoor te maken. Nu ga ik een nog groter zijstapje doen, maar het is wel van interessant om te kijken, waar komt het eigenlijk allemaal vandaan? Dus ik ga eens even naar de embryologie kijken. Dat oor komt uit je kieuwbogen en kieuwspleten. Hoe komt dat?
Nou, een embryo, je ziet hem hier 3 weken oud, die gaat een beetje krommen. En als wij gaan krommen, maak er een grapje van hoor, als je gaat krommen, dan krijg je een onderkin. Nou, dat heeft een embryo ook al, die heeft ook al een onderkin. En die heeft er een heel zootje, dat zijn er namelijk uiteindelijk 5, Q-bogen en Q-spleten. Ga ik een stapje verder. In een van die Q-spleten, de eerste, komt je gehoorgang. Zo ontstaat dat. Nou, ik heb 1 plaatje erbij gezet om te laten zien dat het verdraaid ingewikkeld in elkaar zit. Nou, daar zal ik je dan niet mee vermoeien. Maar ik ga eens op een nog andere manier kijken. Ik ga kijken naar de evolutie. Onze oren komen uit de kieuwen van vissen. En deze meneer, Neil Shubin, is daarmee bezig geweest. Die heeft zich zijn hele leven lang rotgezocht naar de missing link. Wat was de missing link? Iedereen weet wel een beetje uit de evolutieleer dat wij van vissen afstammen. Maar opeens is er een overgang van vissen naar amfibieën. Amfibieën hebben 4 poten en vissen hebben vinnen. Dus wat zocht deze man zijn hele leven lang? Die zocht naar een vis met poten. Nou, die heeft hij uiteindelijk ook gevonden. Dat is een heel raar beest, dat heet de Dictalik. En die grapjas, die heeft 4 poten en 8 vinnen. Dus daar heeft hij naar gezocht, heeft hem ook gevonden, deze grapjas. Maar deze meneer heeft nog veel meer gevonden. Namelijk dat het oor wat wij hebben, als, laat ik maar zeggen, even zoogdier, is relatief nieuw. Dat bestaat pas een paar miljoen jaar. Wij komen uit een aquarium, oorspronkelijk. Hè, wij waren vroeger, miljoenen jaren geleden waren we allemaal vissen. Toen kreeg je haaien met kraakbeen. Daarna kreeg je amfibieën, die kunnen op water en op land leven. Daarna kreeg je reptielen alleen op land. Dan krijg je longen, et cetera, et cetera. Maar daarmee groeit ook het oor. Want vissen, haaien, amfibieën, reptielen hebben geen oren. Ja, geen buitenoren. Dus die kunnen dat niet draaien. Wij hebben 3 botjes. Hè? Hamer, aanbeeld, stijgbeugel. Om dat allemaal over te brengen, ingewikkeld zoals het is. Reptielen en amfibieën hebben er maar 1. Vissen hebben helemaal geen oorbeentjes. De botjes in ons oor zijn delen van de kaak. Nou, ik laat er een plaatje bij zien. Dit komt uit het boek van De Vis in Ons. Uit de onderkaak ontstaan er bepaalde zaken. Dat is hamer en aanbeeld. En uit de bovenkaak ontstaat die stijgbeugel. Dus de gehoorbeentjes zijn eigenlijk heel fijn gevormde systemen uit een kaak. Nou, probeer hem even te onthouden. Het kaakgewricht en alles wat met het kaakgewricht te maken heeft, is evolutionair heel direct en nauw verbonden met alles wat met dat gehoor te maken heeft. Maar, grappig genoeg, hè, vissen, die horen dus niet. Dus ik moet altijd lachen in Arthus als die mensen op de aquarium lopen te kloppen. Heel gezellig, maar die vissen horen geen klap. Die merken wel een watertrilling, hè? Dat merken ze wel. Dus hun oor zit totaal anders in elkaar, maar zij horen niet wat wij horen. Je kan praten tegen een vis wat je wil, hij hoort het toch niet. Dus uit die ontwikkeling kunnen we de betekenis van een oor een beetje ruimer gaan bekijken. Het komt uit je kaken, dus je kaken hebben ermee te maken. Maar dat betekent ook dat er nog ingewikkelder systemen bij zitten. Namelijk een zenuw in je gezicht. De nervus facialis, dat is de 6e hersenzenuw. Die heeft ook te maken met je gehoor. Niet alleen nummer 8, die vestibulocochlearis, met een moeilijk woord. Maar ook deze aangezichtszenuw heeft met je gehoor te maken. Nou, dan hadden we het al gehad over die lymfe. Die stroming die daarin zit. Nou, ik heb een vergelijk gemaakt met zo'n met gel gevuld bolletje waar een sneeuwmannetje in zit. Als je goed schudt, dan gaat het sneeuwen en dat gaat heel langzaam naar beneden. En dat is een beetje het vergelijk met wat er in ons oor gebeurt. Het is een gelachtige vloeistof. Nou, die moet wel kunnen stromen
Die zenuwen moeten goed kunnen werken. Dus er zit nogal wat omheen. Ik ga even wat laten zien. Ik laat alleen maar plaatjes zien hoor. Wat nog meer verbonden is met dat oor. Namelijk kauwspieren. En hier een hele grote, de musculus temporalis, de musculus masseter, zit ook aan je oor verbonden. Denk even aan die kaak van vissen, hè? Daar komt ons oor vandaan. Nou, dat is dus nauw met elkaar verbonden. Zelfs dat kaakgewricht, daar zit een discus in, die wil nog wel eens verplaatsen. Nou, dat geeft nogal wat oorproblemen. Dus we moeten daadwerkelijk verder kijken dan het oor groot is. Ik ga nou wat kleinere spiertjes laten zien hier. En ik ga nog een stapje verder. Hier zie je hele kleine spiertjes. Er zit aan onze schedel zit een heel raar uitsteeksel. De styloïdius. Daaraan zitten nog meer spieren, nog meer spieren, nog meer spieren. Hebben allemaal met het oor te maken. Dus als die spieren te gespannen zijn, door tandenknarsen of door een spanning in je nek, heeft dat allemaal invloed op dat oor, want het oor ligt er pal naast. Dus keelspieren, zelfs nekspieren, hebben allemaal met het oor te maken. Vandaar dat we zo breed moeten gaan zitten kijken. Nou, even als inleiding op wat Bart gaat vertellen. Tinnitus, wat is dat? Het waarnemen van geluid zonder directe geluidsprikkel. Dus je neemt geluid waar zonder dat er eigenlijk een geluidsprikkel van buiten komt. Kan zijn een piep, kan zijn een ruis. Ik zeg een ruis is altijd een ouderwetse radio die niet goed op de zender staat. Het kan ook een bromtoon zijn. Er zijn meerdere oorzaken. Als we dat klassiek gaan bekijken, wat de reguliere geneeskunde zegt, dan is er een aandoening van het gehoor. Dat kunnen die botten zijn, hè? Dat noem je dan sclerose in het bot. Het kan een irritatie zijn van het middenoor, een trauma, sommige infecties. Een herpes is heel bekend. Kunnen ook emotionele spanningen zijn. Kan ook medicatie zijn. Let wel, medicatie kan oorzuizen veroorzaken. Ik heb ze even op een rijtje gezet. Antibiotica, bepaalde, niet allemaal, hè? Bepaalde antibiotica kan dat veroorzaken. De anti-ontstekingsmiddelen die we te veel slikken in mijn optiek. Chemotherapie kan dat veroorzaken. Bepaalde diuretica. Nou, kijk eens dat ook de reguliere geneeskunde de link al gelegd heeft naar de nieren. Maar er zijn nog meer oorzaken. Slechte verwerking van het geluid. Een nierprobleem. Heb ik het al over gehad. Kaakproblemen. Denk aan die vissen. Nekklachten, denk aan al die spieren die aan je oor vastzitten, tot en met schouderklachten. Nou, ik kan nog een heel eind verder gaan. Het betekent dus dat we veel verder moeten gaan kijken. Nou, het woordje hyperacusis, dat komt uit Grieks. En dat letterlijk vertaald betekent dat ik hoor te veel. Dus gewone geluiden zijn dan hinderlijk en indringend of pijnlijk. En ik heb er even naast gezet, iedereen kent dat voorbeeld. Met nagels over een oud schoolbord heen krassen. Dat is voor heel veel mensen behoorlijk irritant. Nou, dat is een hyperacusis. Klassiek is dat een gehoorbeschadiging. Zit ik weer in dat bot. Of na een ooroperatie. Dat is ook een beschadiging. Of na een hersenbeschadiging. Of door bepaalde medicatie. Nou, wij gaan weer veel verder kijken. Een hersenschudding kan dat ook veroorzaken. En dat kan ook een nekschudding zijn, om het even plastisch te zeggen. En whiplash, stress, depressie, zelfs een magnesiumtekort. Het onvoorzichtig uitspuiten kan dat veroorzaken. Een tumor, kaakgewricht, schijnen we weer. Zelfs de ziekte van Lyme kan dat veroorzaken. Bepaalde auto-immuunziekten. En dan hebben we nog het CPRS, het complex regionaal pijnsyndroom. Wat dat ook allemaal kan veroorzaken. Nou, om dit samen te vatten, we hebben drie delen in een oor. Een uitwendig oor, wat we kunnen zien met schelp en gehoorgang en trommelvlies. Een middenoor met al die botjes, hamer, aanbeeld, stijgbeugel. En denk aan die buis van Eustachius die open moet zijn. En een binnenoor met dat ingewikkelde ding van een slakkenhuis. En dat orgaan van Corti en die zenuwen met die... Met die rotnamen, die het wel naar onze slaap
botten, oftewel de hersenen die daaraan gekoppeld zijn, moeten koppelen. Het oor komt uit de kaken van vissen, vandaar dat dat hele grote gebied met dat oor te maken heeft. En voor geluidsverwerking gaat dat via een zenuw, via die thalamus, dat centrum van emoties, vandaar dat we zo breed moeten gaan kijken. En hier gaat Bart het verder over hebben. We kijken dus multidisciplinair. Niet alleen dat oor aan zich, we kijken mesologisch naar fysiologie bij dat oor. Zit er niet een infectie achter? Zit er niet een virus achter? Hoe gaan die nieren? We kijken osteopathisch naar de mechanische parameters. Fysiotherapeutisch naar schouders, nekken, houding, etc. Maar ook ademhalingstherapie, ontspanningstherapie, wat er allemaal weer mee te maken heeft. En last but not least, en hier gaat Bart veel over zeggen, die cognitieve gedragstherapie. Goed, ga ik naar de volgende dia en dan mag Bart in beeld komen. En dan ga ik uit beeld. Dan laat ik hem even aan jou en ik hoor van jou welke dia ik mag doorklikken. Oké, en goedenavond. Jullie horen mij, denk ik, hoop ik. Dank u wel, Robert, voor de uitstekende inleiding, anatomische en fysiologische inleiding op dit thema. Nu, we gaan het heel kort in het volgend half uurtje hebben over hoe dat tinnitus en hyperacusis, die als zustersymptoom bestaat, hoe dat ontstaat en wat we er kunnen aan doen. Nu, ik denk dat zowel in Nederland als in België als in de rest van de wereld rond tinnitus en hyperacusis een soort fatalistisch beeld geldt. Heel veel mensen, onlangs schreef een bekende Vlaming een boek en in dat boek vroegen ze haar van: wat is uw grootste angst? En zij antwoordde in dat boek van: mijn grootste angst is om tinnitus te krijgen. En ik heb nogal wat patiënten gehad die zeggen van: ik heb een collega die kanker heeft en ik zou eigenlijk heel graag met hem willen ruilen. En hem en ik de kanker krijgen en hij de tinnitus, omwille van het feit dat tinnitus er voor altijd is. Er zijn immers heel wat negatieve beelden die daar mee te maken hebben. De volgende dia, alstublieft. En wat een gegeven is, als je gaat kijken in de bevolking hoeveel tinnitus voorkomt, dan moet u weten dat ongeveer 10% van de globale populatie last heeft van gehoorverlies. Ongeveer 10% van de totale bevolking heeft gehoorverlies, wat ook al een enorm aantal is als je ziet dat de Wereldgezondheidsorganisatie tot vorige week nog aanleiding gaf dat tegen het jaar 2050 met de toekomende vergrijzing in de maatschappij, maar ook door het feit dat veel meer mensen op jonge leeftijd blootgesteld worden aan luide muziek en dus veel vroeger gehoorschade gaan oplopen, dat we tegen het jaar 2050 met een populatie zullen zitten van wereldwijd van bijna 900 miljoen mensen met ernstig gehoorverlies. Nu, 10% van de bevolking, zoals ik zei, ongeveer 30% van de bevolking detecteert het bestaan van tinnitus. Dus je ziet eigenlijk dat ongeveer 3 keer meer mensen klachten hebben van het horen van geluiden in het hoofd, die dan vroeger in de volksmond oorsuizen werd genoemd. De dag van vandaag hoor je veel meer de naam tinnitus vermeld worden. Maar daarbij zie je, en dat is dus toch wel opvallend, van iedereen die tinnitus waarneemt, ja, daar reageert 80% van de bevolking eigenlijk vrij neutraal op. Wil zeggen, ja, ik hoor wel iets, maar ik heb daar eigenlijk geen last van. En 20% van die groep die zoekt maar hulp. Dus het is heel duidelijk dat niet iedereen die dit symptoom krijgt, of waarneemt, dat die daar automatisch heel sterk gaat op reageren. Meer nog,
van die 1 op 5 die dan uiteindelijk zegt, ja, ik ga bij de huisarts of ik ga bij de KNO-arts of ik ga aankloppen in een hoorcentrum of in een revalidatiecentrum, wel, ongeveer 5% van die groep die gaat eigenlijk het dermate erg hebben dat het uiteindelijk zeer ernstig hun leven gaat verstoren. En 1% van hen gaat uiteindelijk in een soort invaliderende situatie terechtkomen, waarbij mensen donkere gedachten ontwikkelen, risico op suïcide bestaat en dergelijke. Dus je ziet eigenlijk dat waar mensen tinnitus vermelden, dat niet iedereen die tinnitus krijgt, dat op dezelfde manier gaat beleven. Sommige mensen reageren daar eerder neutraal op, de overgrote merendeel, 20% zoekt hulp, maar eigenlijk maar 1 tot 5% komt uiteindelijk in een situatie terecht waarbij hun leven ernstig verstoord wordt en waarbij zij heel, heel, heel vaak of soms negatieve gedachten gaan krijgen. Volgende dia. Het is zo dat tinnitus voor een stuk, als je gaat zien, is een symptoom. Tinnitus is een symptoom en is geen ziekte. En dat is een heel belangrijk element waar mensen heel erg in verwarren. Als je de klassieke aanpak binnen de geneeskunde gaat kijken, ja, dan gaat men heel vaak proberen symptomen de kop in te drukken. Heb je koorts, dan ga je koortswerende middelen geven. Heb je pijn, dan geef je pijnstillers. Voel je slecht, antidepressiva. De medische aanpak heel vaak, of de zuivere medische aanpak heel vaak, is een aanpak waarbij symptomen de kop worden ingedrukt. Of wij proberen in het termen van de ziekte onmiddellijk te denken in termen wij moeten deze ziekte gaan behandelen. Wel nu, pijn en oorsuizen, pijn en tinnitus zijn heel vaak met elkaar verwant bedoel ik. Het is zo dat, net zoals als je tandpijn hebt, ja goed, dan kun je zeggen, ja, geef mij maar een hoge dosis pijnstillers, of in het slechtste geval, geef mij maar een hoge dosis morfine, en ik onderdruk mijn tandpijn wel. Iedereen bedenkt wel dat als je tandpijn hebt, dat je vroeg of laat toch naar de tandarts moet, en dat je uiteindelijk iets letterlijk aan de wortel van het probleem, aan de wortel van het symptoom, moet gaan doen. Je moet niet alleen proberen het alarmsignaal die het lichaam gaat uiten, in dit geval tandpijn, gaan onderdrukken. Nee, je moet luisteren naar de boodschap en gevolg geven aan de vraag van het lichaam, in dit geval iets doen aan het symptoom, in dit geval het behandelen van de oorzaak. Zo, als tinnitus aanwezig is, ja, dan kun je de vraag stellen, wat loopt er fout? Er loopt uiteraard bij het grootste deel van de patiënten, en daar komen we zo dadelijk op terug, bij het grootste deel van de patiënten loopt er iets fout met het oor. Ruim 95% van de patiënten heeft een onderliggende gehoorschade. Wij noemen dat sensoriële tinnitus en daar komen we straks op terug. Maar bij andere mensen, zoals Robert daar straks heel mooi gezegd heeft, zijn andere oorzaken het geval. Je ziet, sensoriële tinnitus is een tinnitus waarbij in 95% van de gevallen duidelijk schade aan de haarcellen, de inwendige en uitwendige haarcellen die Robert daar straks vermeld heeft, die aanleiding geven tot sensoriële tinnitus. En je kunt als patiënt heel snel gaan verifiëren tot welk type je behoort. Sensoriële tinnitus die manifesteert zich heel vaak als een piep- of sissend geluid die continu aanwezig is. Die continu aanwezig is en die zich manifesteert als een continu blijvend geluid die versterkt wordt op het moment dat je gespannen bent, moe bent, zenuwachtig bent, maar die vaak beter is op het moment dat je actief bent, op het moment dat je wat achtergrondgeluiden opzet. Dat is chronische sensoriële tinnitus. De mechanische tinnitus die veroorzaakt wordt door medische, door kaakproblematiek of door een verhoogde spanning in de nek, maar kan ook vasculaire oorzaken hebben, zoals een vernauwing van een bloedvat. Ja, dat uit zich heel vaak, en ik heb vandaag nog patiënten gezien die zich manifesteren als bij het gaan neerliggen
het horen van een pulserend gezoem of een gebrom in het oor, of mensen die eerder een soort drukgevoel hebben op het oor, die komt van dat slecht vermelde, zoals Robert daar straks zei, de verluchting van dat middenoor, die in principe gelijk moet zijn aan de atmosferische druk, zou in principe dat ook kunnen geven. Nu, 95% van de mensen die tinnitus hebben, hebben een gehoorverlies onderliggend of hebben gehoorschade onderliggend, zoals ik zei, de sensoriële tinnitus. Maar niet iedereen met gehoorschade heeft tinnitus. Volgende slide. Dus zoals ik zei, de haarcelfunctie, en we hebben ongeveer 10.500 van die gespecialiseerde uitwendige haarcellen in ons binnenoor zitten. En u moet eigenlijk uw binnenoor voorstellen als een piano met ongeveer een 10.500-tal toetsen, die u eigenlijk in staat stellen om laag, midden- en hoogfrequente geluiden te gaan horen. En op het moment dat je die haarcellen gaat beschadigen, zoals deze planten die je hier ziet plat liggen, wel nu op het moment dat je die gaat beschadigen, dan ga je uiteindelijk een trigger geven aan het auditief systeem. Volgende dia. Je ziet hier hoe die haarcellen plat liggen op de vorige dia. Maar dus je ziet wat er gebeurt bij tinnitus. Bij tinnitus ontstaat op het moment dat je schade hebt aan de uitwendige haarcellen. Ik neem u een voorbeeld. Nu dat de coronapandemie op zijn einde loopt, zul je de eerste boodschappen wel zien staan van de concerten, de festivals, het festivalseizoen die eraan komt, waarbij tienduizenden, honderdduizenden mensen zich bewust laten blootstellen, vaak onbeschermd, aan zeer hoge geluidsniveaus. Wel nu, wat gebeurt er op het moment dat die haarcellen beschadigd worden? Die gevoelige haarcellen die eigenlijk als doel hebben om de binnenkomende trillingen die het geluid zijn om te zetten in een elektrische prikkel en die door te sturen naar het brein, wel nu, dan gaat er een soort, wat ik noem, een ontspoorde kettingreactie ontstaan, zoals dominosteentjes die gaan vallen binnen het perifere en het perifere en het centraal zenuwstelsel op drie niveaus. En het perifere zenuwstelsel is wat Robert daar straks zo mooi zei, het uitwendig oor, het middenoor, het binnenoor met de gehoorzenuw en dan de centraal zenuwstelsel zijn de hogere zenuwbanen die uiteindelijk het geluid onder elektrische vorm brengen naar de hersenen. Volgende dia. Dus je ziet hier, in de normale werking heb je eigenlijk drie niveaus. Je hebt 1, het geluid vertrekt in het binnenoor en wordt via de zenuwbaan met behulp van, men noemt dat actiepotentialen, elektrische prikkels, via de zenuwbaan, de 8e hersenzenuw, naar de hersenen gebracht. Om een idee te geven, als ik boe tegen jullie oor roep, dan zal het ongeveer 1 seconde duren vooraleer het geluid via uw binnenoor in uw hersenen terechtkomt. Dus ongeveer, mijn stem zal ongeveer met 1 seconde vertraagd binnenkomen. Nu, wat gebeurt er op het moment dat dat binnenoor beschadigd wordt? Volgende dia. Op het moment dat dat binnenoor beschadigd wordt, dan zegt uw zenuwbaan, oei oei, hier komt een hele reeks minder geluid binnen. Bijvoorbeeld, u hebt, als u 20% van uw gehoor beschadigd is en op basis van uw gehoortest blijkt dat u toch wel behoorlijk wat gehoorverlies hebt opgelopen. Niet alleen door lawaai, maar kan ook door de leeftijd zijn of door het nemen van ototoxische medicatie. Daar straks is een mooi overzicht gegeven van mogelijke bronnen die daar aanleiding kunnen toe geven. Wel nu, dan gaat de zenuwbaan iets vreemds doen. Die gaat zeggen, als er minder geluid binnenkomt, dan gaan we uiteindelijk proberen te compenseren. Net zoals als we het koud hebben, dat we gaan rillen. Als we het warm hebben, gaan we zweten. Wel nu, als er minder geluid binnenkomt, dan gaat de volumeknop van de zenuwbaan helemaal omhoog. Dan gaat de volumeknop van de zenuwbaan helemaal omhoog. En ga je eigenlijk je zenuwbaan hyperactief gaan worden, waardoor in de zenuwbaan meer prikkels toekomt. En meer prikkels worden in de zenuwbaan omgezet naar geluid. Meer prikkels in de hersenen die toekomen, gaan daar een geluid in ontstaan. Dus als je bijvoorbeeld op je gehoortest in de hoge frequenties schade hebt, dan zul je in de hersenen ook een hoge, scherpe pieptoon of sissend geluid gaan horen. Maar
Op deze figuur hier zie je nog iets anders. Er is ook een prikkel die vanuit de hersenen terug naar het oor loopt. En u ziet daar een pijl die terugloopt met het woord dynorfines bij. Wel nu, dat zijn stoffen die vrijgesteld worden op het moment dat je angstig wordt, u bezorgd maakt, vermoeid bent, zenuwachtig bent. En u begrijpt dat als u in een toestand bent waar u moe bent, in een toestand van burn-out, u al uit een heel gespannen situatie komt, dan zal uiteindelijk stoffen vanuit het limbisch systeem vertrekken en zullen die dynorfines in het oor terechtkomen, waardoor de hyperactiviteit nog gaat toenemen en waarbij uw tinnitus gaat versterkt worden. Vele patiënten zullen dit herkennen, die tinnitus hebben, die zeggen: als ik moe ben, zenuwachtig ben en gespannen ben, dan neemt mijn tinnitus net toe. Dan wordt het erger. En op het moment dat ik mij beter voel, dan is het eigenlijk beter. Dus er is een duidelijke wisselwerking tussen het binnenoor, waar de schade ontstaat en die aanleiding geeft tot het tinnitussignaal, en het feit dat de tinnitus luider gaat klinken ten gevolge van het feit dat het brein in zijn algemeen overprikkeld is en daardoor stoffen vrijmaakt, dynorfines, die voor extra luidheid gaan zorgen. Volgende slide. Een aantal belangrijke elementen die bij tinnitus aanwezig zijn en die heel veel mensen mythes die bestaan. Mensen hebben vooral angst dat in de toekomst de tinnitus alleen maar erger zal worden en dat het op een bepaald moment zo erg zal moeten worden dat ze hetzelfde moeten doen als de voorbeelden die op Dr. Google jammer genoeg te vinden zijn. Mensen die gekozen hebben voor euthanasie, mensen die die er besloten hebben een eind aan hun leven te maken. Hè? Maar mensen hebben angst dat het bij hen ook zo erg zal worden en dat tinnitus nooit meer zal weggaan. Hè? Dat tinnitus nooit meer uit hun hoofd zal verdwijnen of dat de stilte die ze vroeger hadden, dat die nooit meer zou weggaan. Een ander element is dat mensen denken dat tinnitus alleen maar in één oor is. Het is heel duidelijk dat ons auditief systeem is gericht op binauraal horen, op horen via twee oren. Vandaar dat ons zenuwstelsel dermate is ingericht dat alle informatie van het linkeroor en van het rechteroor naar de beide hersenshelften gestuurd worden, zodanig dat tinnitus heel makkelijk bij patiënten van het linker naar het rechteroor kan overgaan en van het rechter naar de linkeroor. Je hebt heel veel patiënten die op een bepaald moment zeggen: ik heb nu plots ook aan het linkeroor. Nee, je hoort meestal enkel de tinnitus die het luidst is. Dus als je tinnitus het sterkst is aan het rechteroor, hoor je het vooral rechts. Als de tinnitus het sterkst is aan de linkerkant, hoor je het vooral links. En sommige patiënten zullen zeggen: ik hoor het niet links of rechts, ik hoor het in het hoofd. En dat noemen we dan tinnitus capitis, hè, waarbij je in het hoofd gaat waarnemen. Een derde belangrijk element is het feit dat mensen denken: het is voor altijd. Nee, het is niet voor altijd. Het is zeker niet voor altijd. Het idee dat mensen denken: dit gaat nooit meer weg, dit gaat nooit meer uit mijn hoofd. Nee, uw brein is perfect in staat om symptomen te vergeten. Ik vergeet bijvoorbeeld op dit moment dat ik een bril op heb, tot op het moment dat ik erop denk, dan voel ik de bril. Uw brein heeft, en daar zijn heel wat studies over gebeurd, perfect in staat om irrelevante signalen. Moest ik op dit moment bijvoorbeeld alle geluiden die in mijn mond-keelkanaal op dit moment aanwezig zijn, zoals mijn tong die op en neer beweegt, de enorme bloedstroom die op gang komt, mijn tanden die tegen elkaar botsen enzovoort, moest ik die allemaal nu waarnemen? Goed, dan zou ik hier geen 3 seconden op verder doen. Maar uw brein filtert perfect geluiden weg, hè, als een soort noise-canceling headphone die dat in staat is. Dus alleen is het zo dat op het moment dat je angstig wordt, op het moment dat je een negatief beeld hebt over dit probleem, je brein dat als een belangrijk signaal, symptoom gaat beschouwen en het nog gaat versterken in plaats van het te vergeten. Volgende slide. En daar speelt een vierde heel belangrijk element een rol in: het eigen persoonlijkheidsprofiel. Hè, van wie is de persoonlijkheidskarakteristiek van de patiënt? Het is zo dat de holistische benadering van tinnitus, waarbij dat je niet alleen moet kijken naar het oor, hè, waarbij dat je niet alleen moet kijken naar de
oorzaken die dit hebben veroorzaakt. Zoals sommige mensen zeggen, ja, het is de KNO-arts die mijn oor heeft uitgespoten. Of ik heb dit is de medicatie genomen. Of ik heb naar een concert geweest. De manier hoe dat u als persoon gaat op reageren speelt een heel belangrijke rol. En ik heb een aantal doctoraten aan de Universiteit Gent laten uitvoeren in de faculteit psychologie. En daar blijkt heel duidelijk dat heel wat patiënten beantwoorden aan een redelijk gevoelige persoonlijkheidsprofiel waarbij ze niet oppervlakkig fungeren. Twee, mensen die heel erg de neiging hebben om spanning naar binnen op te trekken en moeilijkheden hebben om die spanning te ventileren. En anderzijds mensen die heel graag controle hebben, die het moeilijk vinden die controle aan een extern symptoom af te leveren en te zeggen, ik kan niet verdragen dat ik het niet kan stoppen. En die redelijk perfectionistisch zijn. En vanuit de therapie blijkt ook nog heel vaak dat er soms een gebrek is aan zelfzorg voor zichzelf. Dus ik vergelijk heel vaak tinnituspatiënten als patiënten die enorm veel spanning intern opkroppen, die als het ware levende fluitketels zijn waarvan de stoom er letterlijk langs de oren uitkomt. Volgende slide. En dan krijg je natuurlijk een enorm probleem. Je ziet hier de weg die tinnituspatiënten afleggen. Ik noem dat in België vaak de Ronde van Vlaanderen. Het is bij jullie even erg met de patiënten die ik zie, de Ronde van Nederland, waarbij mensen van het ene centrum, van de ene arts naar de andere, serieel, het is een soort medical shopping, of waarbij men uiteindelijk terechtkomt en overal weggestuurd wordt met de boodschap van ja, ik kan voor u niets doen, leer er maar mee leven, koop u een paar schoenen die te klein zijn en let daar maar op. Hè. Of het zit tussen uw oren. Ik had onlangs een neuskleinoorarts die in België heeft gezegd tegen een persoon, ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws is dat u er niet aan doodgaat. Het slechte nieuws is dat het voor altijd is. Ja, de gevolgen zijn heel duidelijk. Mensen geraken vermoeid, geraken angstig, boos, gefrustreerd. En herinner u wat ik u gezegd heb. Op dat moment gaan die dynorfines vrijkomen en gaan die dynorfines uiteindelijk alleen de tinnitusklacht nog versterken. Volgende dia. Je ziet ook, als je gaat kijken naar de overzicht van de behandelingen, en in 2019 heeft Rilana Sima, een Nederlandse collega, een soort overzicht gemaakt met een aantal universiteiten in Europa, waarbij men gekeken heeft van wat werkt en wat werkt niet. Hè? En je ziet hier op deze slide heel wat elementen die heel duidelijk aangeven die waar geen bewijs voor bestaan. Sommige daarvan hebben zelfs een contra, een tegenadvies gekregen. Zoals bijvoorbeeld transcranieel magnetische stimulatie, neuromodulatie, tinnitus retraining therapie. Een heel wat elementen die hier staan, die blijken onvoldoende effectiviteit te hebben. En daar blijken geen argumenten te zijn om dat te gaan toepassen. Terwijl positief advies duidelijk gegeven wordt voor het hoortoestel aanpassing op het moment dat er een ernstig hoorverlies is en voor het gebruik van cognitieve gedragstherapie. Volgende slide. Dus je ziet, als je gaat kijken naar wat op dit moment sterk aangewezen is, is inspelen met behulp van gedragstherapeutische principes, en ik kom daar straks nog op terug, werken via een multidisciplinaire benadering, want het is niet alleen het oor, het is niet alleen het brein en het is niet zuiver psychisch. Je moet dit gaan benaderen vanuit multidisciplinaire benadering en je moet het belang van heterogeniteit accentueren. Volgende dia. Een heel belangrijk element is de manier wat dat in een eerste fase moet gebeuren en in een soort triage is tot welke groep behoor ik. En belangrijk is dat u goed moet inzien dat op het moment dat u klachten hebt, dat het van groot belang is van een soort intakebilan te gaan uitvoeren, waarbij een soort triage doet in welke categorie zit ik. Wat is mijn probleem en welke behandeling zou voor mij het meest efficiënt zijn? Want zoals ik zei, het is allemaal hetzelfde symptoom, maar de boodschap van het lichaam is bij iedereen anders. Vergelijk tinnitus met iemand die aan uw voordeur belt en waarbij u de deur opendoet. Wel, de boodschap zal voor elk van ieder met tinnitus en hyperacusis een verschillende boodschap zijn.
Nu, door vragenlijsten te doen, en die vragenlijsten worden in Nederland even goed gebruikt, kun je uiteindelijk de gradatie en impact van het symptoom op je levenskwaliteit gaan bekijken. En ik heb niet veel tijd om dat uit te leggen, maar je hebt hier 5 gradaties gaande van licht tot verregaand. Algemeen gaat men ervan uit dat als je score boven de 36 is, dat je dan in een situatie zit waarbij hulp absoluut noodzakelijk is. Wij binnen ons centrum gebruiken 58 als een absolute noodzaak aan mensen multidisciplinair te behandelen. Het gaat hier niet dat het symptoom ernstig of verregaand is, maar het gaat dat de impact op de levenskwaliteit van die persoon ernstig of verregaand is. Volgende slide. Wat doen wij dan? We gaan uiteindelijk door het feit dat het een multidisciplinair element is, gaan we ook een zorgtraject gaan opstellen. Volgende slide. En het is zoals je ziet, is een eerste belangrijke fase, zoals ik zei, om een intake te gaan doen bij patiënten. Dat wil zeggen, een patiënt, en niet als je zegt, ik ga bij de huisarts of ik ga bij de KNO-arts, wat je een kwartier hebt, nee, waarbij dat je uitgebreid geïnformeerd wordt en geëvalueerd wordt, wat is mijn probleem? En je ziet hier dat we binnen Ongehoord, en ik ben enkele jaren geleden gestart met Ongehoord op te starten, als vanuit het idee en Ongehoord als dubbele betekenis, aan de ene kant het symptoom wordt niet gehoord, aan de andere kant, het is ongehoord heel vaak op welke manier mensen met deze problematiek worden benaderd. Ik heb ondertussen, zoals je ziet, een hele reeks van mijn co-audiologen, allemaal, de meeste van hen waren ook vroeger studenten van mij. Ze zien er wat beter uit dan ik, hè? Dat moet u eerlijk toegeven. Ondertussen hebben we ervoor gezorgd dat we een heel team hebben gezet die intakegesprekken gaat doen. Dus zowel voor België als in Nederland is er dus een gans team van audiologen ter beschikking die een soort intakegesprek met patiënten gaan geven, waarbij een uitgebreide bilan wordt gebeurd, waarbij de tinnitus wordt uitgemeten, waarbij de gehoorschade specifiek gelinkt wordt aan de tinnitus en waarbij niet enkel gezegd wordt, ja, het gehoor is nog oké voor uw leeftijd of u hebt nog een goed gehoor. Nee, wij zoeken echt naar de onderliggende link die de tinnitus of hyperacusis gaat linken met het gehoor. U krijgt uitgebreid meting, u krijgt een uitgebreid verslag op basis waarvan eventueel op maat een behandeling voor u wordt opgesteld. Volgende slide. En u ziet dat wij hebben een behandelteam in Brugge in België, maar wij hebben ook, en we zijn heel blij om dat met het IMC in Amsterdam te kunnen doen, wij hebben heel blij om die holistische, multidisciplinaire benadering aan te pakken, waarbij zowel gesprekstherapeuten, ademhaling- en relaxatietherapeuten, osteopaten, mesologen enzovoort betrokken zijn in een multidisciplinair team. En ik ga u zeggen wat heel vernieuwend is en wat nergens in Europa bestaat, hè, is dat wij een enorm verschil hebben gemaakt in het feit dat het niet alleen multidisciplinair is, maar dat het ook intensief is. Hè, dat het een intensief behandelingsplan is. Dat wil zeggen waarbij we patiënten niet 1 keer om de week of om de 14 dagen met een gesprekstherapeut in contact brengen of met een osteopaat om de 14 dagen. Nee, wat we doen is eigenlijk een zorgplan opstellen waarbij multidisciplinair de patiënt elke dag intensief in 1 week wordt behandeld met een totaal van ongeveer 20 uur therapie van maandag tot vrijdag. Waarbij de sessies individueel zijn en waarbij op het einde van de week, en dat is voorlopig in Nederland niet het geval, omdat het aantal patiënten, omdat we dat nog aan het opstarten zijn, maar in België bijvoorbeeld, waar we een zestal patiënten per week hebben, waarbij op het einde van die week een afsluitmoment in groep is, waarbij de patiënten elkaar samen zien en waarbij een soort 3 uur durende Q&A-sessie gebeurt. Dat gaat ook in Nederland op dezelfde manier georganiseerd worden. We hebben ondertussen al een reeks patiënten achter de rug met zeer goede resultaten, waarvan wij, als u ziet dat mensen een zeer hoge score hebben, 96, ruim 96%, en ik heb die cijfers vanuit de nieuwe studie die we net aan de UGent hebben gedaan, dat meer dan 96% na het volgen van het zorgtraject uiteindelijk een enorme daling hebben van de impact van hun tinnitus en hyperacusis. Volgende slide.
Je ziet dat in dat multidisciplinair plan, zoals ik zei, je kijkt mesologisch, waarbij je ook naar fysiologische parameters, zoals Robert daar straks zei, de nieren spelen een belangrijke rol, osteopathie, fysiotherapie, ademhaling, relaxatie, psychologie en het gebruik van cognitieve gedragstherapeutische principes, maar niet alleen mensen controle geven, maar ook inzicht geven in waarom heb ik dit en waarom stopt het niet bij mij? Wat zijn de onderliggende multifactoren die een rol spelen in mijn leven? Volgende dia. Dus u ziet hier, als er nog vragen zijn, en we zijn ongeveer rond, u kan zowel bij het IMC als bij mij, mijzelf of Maxence, die de vertegenwoordiging doet voor Nederland, altijd terecht voor vragen. Belangrijk is dat we op een positieve manier naar hyperacusis en tinnitus moeten kijken, dat het idee dat het niet stopt, dat dat fout is, dat u eerder moet kijken op welke manier kan ik het vergeten, op welke manier kan ik mijn brein zo ver krijgen. En keizer Hadrianus in de Romeinse tijd heeft ooit gezegd, wij moeten leren vergeten en nadien vergeten om te vergeten. Ik hoop niet dat jullie mijn boodschap vanavond vergeten zijn en die van Robert ook niet. Dank u wel. Allee, uitsluitend duidelijk. Hè? Maxence, zijn er nog vragen om nu aan een van ons beiden te stellen? Ik heb geprobeerd om al de vragen wat te beantwoorden. Misschien nog een laatste. Als mensen graag een afspraak willen maken bij een van de audiologen, dan kan dat via onze website of telefonisch kan ook. En er was ook nog een vraagje over terugbetaling. Dan ga ik misschien nog even zeggen dat je contact daarvoor moet opnemen met je zorgverzekeraar. En die zullen dan kijken of dat dan mogelijk is of niet. Voilà. Ja. Ja, over verzekeringen kunnen wij niet veel zeggen, want dat is per verzekering verschillend. Voilà. Nu, we hebben in het verleden heel vaak patiënten uit Nederland gehad die wel terugbetaling hebben gehad. Hè? Dus is absoluut een gegeven. Maar u moet kijken dat... bijvoorbeeld, ik denk dat het misschien een interessante vraag voor velen is. Wat is de wachttijd voor een dergelijke zorgtraject? Het is zo dat een eerste intake krijgen, dat kan altijd binnen de 2-3 weken bij ons. Geen enkel probleem om een intakebilans. Het volgen van een zorgtraject zal maximum 4 tot 6 weken duren vooraleer dat kan opstarten. Dus de wachttijden zijn zeer beperkt, omdat wij ervan uitgaan, ook bij mensen die in een acute fase zitten, dat men in een acute fase zit, mensen die in een zeer acute fase terechtkomen en die heel snel terechtkomen, die kunnen bij ons binnen de paar dagen terecht. Wel, ondanks nog een telefoon van iemand uit Nederland gehad, die heb ik de volgende ochtend onmiddellijk laten. Ja, en binnen het IMC hebben we ook speciaal ruimte ervoor gereserveerd. Ja, dus absoluut. Er is veel ruimte, dus prima. Dank Bart, dank Maxence voor deze input. Rest mij nog even te melden. Dank voor ieders aandacht. Ik hoop dat het allemaal enigszins geholpen heeft in duidelijkheid over dit probleem tinnitus en hyperacusis. Rest mij nog even te zeggen dat het volgende webinar in april gaat over stress. Nou, toepasselijker kan dat niet. En daarna in mei gaan we het hebben over prikkelbaar duimsyndroom. En in juni gaan we het hebben over zowel de verschillen als de overeenkomsten tussen een reguliere benadering. Wat is complementair? Wat is integratief? Dat is een modernere term. En wat is dan alternatief? Nou, al die verschillen en overeenkomsten en hoe kijken mensen, komt in dat webinar tevoorschijn. Ik ga iedereen hartelijk danken voor de aandacht en nog een hele prettige avond wensen. Dank u wel, Robert.